Wat weinigen van ons zullen weten, is dat de elektronische prijsborden bij benzinestations geproduceerd worden in Middelburg. Of ze nou in Rio de Janeiro staan of in Arnhem-Muiden, ze zijn allemaal gemaakt bij Leteen. De directeur Jos Rijk neemt ons mee voor een kijkje achter de schermen. Wat we hier doen is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk bieden. En dat doen we dan het liefst in een zo regulier mogelijke omgeving. Per dag worden er 20 tot 200 borden bij Leteen gefabriceerd. Dit gaat als volgt. De aluminiumplaat wordt op maat gesneden en vervolgens gaat die in de pons-nibbelmachine. Hier worden de bakken worden gepoederkoot en het is even afhankelijk van de dikte van de bak hoe lang die de oven in moet. Voor de ene zal dat 10 minuten zijn en voor de wat dikkere is dat 20 minuten. Hier worden de printplaten door de SMD gehaald, dat betekent dat de elektronische componenten nog worden ingezet. Op deze afdeling worden, zeg maar alle componenten uiteindelijk afgemonteerd tot het bord wat jullie terugvinden bij de benzinestations aan de snelweg. De trots van Jos Rijken wordt weerspiegeld in elk landschap, zowel nationaal als internationaal. Wat betreft de benzinestations, aan het uiterlijk van de elektronische borden kan Leteen veel doen, maar aan de benzineprijzen helaas nog steeds niets.